Ik ben als eerst begonnen met een heel mooi stukje hout uit te zieken. Tropisch hardhout, mandgroven. En het hout heb ik zeer mooi verwerkt. Dus de vorm heb ik uit een heel groot, grof stuk heb ik het verwerkt naar dit wat er nu staat. En onderin heb ik het wat aan de roege kant houden. Maar naar boven heb ik het helemaal strak afgewerkt. Zo glad als het eigenlijk bijna zacht omviert. Waar de bal op steunt, de traie poorten. Daar heb ik zilver staven voor getten. En die heb ik zelf helemaal uit mijn planeer, mijn intrek neemt. Met de penhamer heb ik hem helemaal uitwerkt tot de vorm zat ik hem hou. Dan verwerk je hem steeds verder naar de vormen en planeer je hem helemaal netjes af. Dan komt het skuren en het veilen. En dan uiteindelijk maak je het polijst en dan zie je hoe mooi het worden is. De bal die de water op steunt. De traie poorten die staan voor de traie spielers. De traie spielers, ja, elk hun taak in de wedstrijd, de draagkracht van de bal. En de vorm van de traie poorten zelf is het uiteindelijk de balvorm, de komvorm, dat is van de slag van de jerm. En de zwaai omdat. Ik ben begonnen met een vlakke plaat. Daar heb ik de bal hak introkken, dat een helemaal hal worden. Dus en dan zou vier afwerken en afplaneren als je twee perfecte helften hebt, die mooi op elkaar passen. Daarvan ben ik vierde keer om de verdikking erin te brengen, dat de stevigheid. En het slot, een dubbele bajonetsluiting zit erin. De vierde stap naar de vakjes die in de bal zitten, die staan van de telegraaf. Hing je nou de bordjes erin van de wedstrijd die nog bezig is. Ik had hem een opzet voor kozen, omdat in de historie mocht ik lezen hoe een heel soort bal zit al je vierkelijk, zijkelijk. Ja. En daar had ik juist voor kozen om dat net te gaan. En de speelsheet van de spullen het eerst en de punten die erin hingen, had ik echt voor kozen, het strak, het chinoer. Eigenlijk de win, want de bal, alles wiebelt op het veld. En dat moet ik ook terugbrengen in het ontwerp. Het is heel belangrijk dat je elke stap zo nauwkeurig doet. Dat je alles zo goed uitwerkt en betinken en terugdenken. Dan voorkom je eigenlijk de fouten. Deze laurierkrans heb ik op een computer helemaal uitwerkt. Moderniteit moet ik terugbrengen in de bal. Dus dat op een computerprogramma ga ik hem precies op de juiste maat maken. Nou, toen ik zuiver kreeg, afstudeerde weer op het moment dat ik daar bij die meesten in de stoel zit. En ze zijn als eerste, wat vind jij van het eindproduct? Mijn eerste reactie, een ontzettend dubbel gevoel. Ik zei, je hebt zo'n moeilijk proces gehad. Ik zei, het was heel pittig, echt zwaar. Maar wat er nu staat, ben ik ontzettend trots op.